We moeten het hebben over de dansvloer. Sommigen staan er graag de hele avond op. Anderen staan het liefst met een biertje uh, zo langs de kant. Die dan een beetje rust op die buik vaak. Uh, maar er zijn ook mensen die überhaupt niet op zo'n dansvloer komen. Om welke reden dan ook. Terwijl ze wel graag zouden willen... En om ook hen de kans te geven om een feestje te vieren, leidt Music Moves mensen op tot organisator van dat soort inclusieve evenementen. En op 1 oktober start de vierde editie in Enschede. Jasmin Dubbink is uh, coördinator daarvan. Welkom. Klopt. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, mensen die wel zouden willen uh, naar zo'n feestje ja. uh, gaan of op zo'n dansvloer staan, maar er gewoon niet komen. Klopt. Ja. Uh, hoe, hoe, welke reden kun je possibly hebben, zou ik bijna vragen. Um, nou ja, het zijn allerlei. We noemen ze bijzondere doelgroepen. Denk aan dak- en thuislozen, die bijvoorbeeld niet naar een feestje toe kunnen. Vluchtelingen of mensen met een beperking. Zij zijn vaak niet op een danspoort te vinden. En hmm. we vinden het belangrijk dat zij uh, ja, dat toch kunnen uh, op de een of andere manier. Ja, ja. Maar goed, even. Uh, vluchtelingen: dat, dat komt dan omdat ze niet worden toegelaten, of omdat ze de weg niet weten. Of hoe. Onder andere, ja, of ze zitten bijvoorbeeld binnen een instelling hier. Uh, bijvoorbeeld, de Noodopvang. Dat is een van de organisaties die meedoet. Mm -hmm. En ja, je merkt dat ze heel erg behoefte hebben aan verbinding. En op een manier zoals Music Moves kunnen ze toch ja, een feestje krijgen. Ja, ja. Ja, toch, ja, ik, ik, toch nog wel, want je noemt het zo zo alsof het zo vanzelfsprekend is, maar ook dak of thuisloos. Ja, als je gewoon op een ja. zaterdagavond in de, in de binnenstad, uh, als je dak of thuisloos bent, dat gaat de Duits meid, Tenminste, als je, je een beetje goed aankleedt, ja. niet zien toch, uh, denk ik. Dat is waar, ja. Uh, uh, dus zeg maar even, um, uh, is, het, ja, is het zo breed als dat? Zeg maar? Kun je nog wat meer voorbeelden noemen van wanneer is het nou echt ontoegankelijk, die dansvloer? Uh. Ja, goede vraag. Het is vooral dat we het belangrijk vinden dat het inclusief is. En je merkt toch vooral op festivals of op feestjes of op in de club, zeg maar, dat, dat die zulke mensen we ze niet tegenkomen. Ook bijvoorbeeld mensen met een beperking. En ja, we willen toch dat zij ook meer uh, ja, die feestjes krijgen. Ja ja, 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 ja. Zijn er ook mensen bij, kan ik me zo voorstellen hoor, die in hun leven, uh, nou ja af hebben geleerd om überhaupt naar zo'n dansvloer te gaan? Waarvan je zegt, die moeten we weer terugkrijgen. We moeten We ons afvragen waarom ze er niet meer zijn. Uh, ja, dat is best een goeie inderdaad. Dat is wel heel mooi om uh, ja, verder te onderzoeken eigenlijk. Ja, ja. ja. Nou ja, goed. Uh, kijk, ik weet niet, want um, um, het gaat bijvoorbeeld ook over mensen die uh, op een dansvloer te veel prikkels ervaren. Ja. Uh, be, uh, nou ja, daar kan ik mij voorstellen dat je denkt, die dansvloer, dat is een soort bijna traumatische plek. Daar hoef ik niet naartoe. Ja, ja. Uh, toch? Ja, ja. Um, de, de vraag is, uh, uh, hoe, hoe kun je dan mensen die dat zo beleven, zeg maar, tegemoetkomen? Mm -hmm. Nou, de deelnemers die meedoen aan Music Moves, die gaan vooral met de instelling in gesprek, met de organisatie. Um, om te kijken van, goh, wat hebben die mensen nou echt nodig? Wat is voor hun belangrijk om ze een goed feestje te geven? En voor, we, ja, we merken ook, de meeste organisaties die meedoen, dat uiteindelijk het evenement binnen de instelling zelf plaatsvindt. Omdat het voor hun een veilige ja. omgeving is. Logistiek is dat makkelijker. Dus, ja, dat, dus op die manier brengen we ook het feestje naar hen toe. Zeg ja. Maar. Ja. Eh, heb je ja, cijfers uh, over wat dan ook? Is het een beetje bekend van hoeveel mensen zeggen in Enschede bijvoorbeeld? Uh, waar het om gaat? Of is dat lastig te zeggen? Hoe je nou ja, mensen die dus wel naar een feestje zouden willen, um, maar niet kunnen. Of, oh, o, of ja. niet weten hoe ze dat uh, moeten doen, hoe ze nou, de ja. route vinden of hoe ze. Nou ja, wat dan ook. Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, we hebben niet per se cijfers daarvan, maar het zijn. We merken wel, um, we hebben nu negen instellingen die meedoen. En ze zeggen allemaal elk jaar: van, Oh, het is zo, zo fijn dat jullie er zijn. En voor heel veel van hun bewoners is het gewoon echt iets heel moois dat het wordt gebracht. Ja, ja. ja. Het is de vierde keer hè, in Enschede ja, al. Klopt, ja. um, kun je eens uitleggen, want 1 oktober start dat dan? Ja. Dat is een, een soort van serie uh, avonden, als een ja. workshop-cursusachtig iets. Ja. Uh, wat, wat leren mensen die daar naartoe gaan? Hoe werkt dat? Uh, dinsdag is de, is de kick-off. Dat is echt een feestelijke start, zeg maar. Met, we hebben plek voor 65 deelnemers. Uh, dat is echt de introductie van een programma. Ze leren elkaar kennen. Um, en daarna is het op donderdagen, donderdagavonden, en dan de, uh, krijgen ze eerst training over samenwerken. Dus ze gaan in een klein groepje een eigen evenement organiseren en dan kijk je eerst naar nou, wie ben jij en wat is jouw kracht en hoe kan je goed samenwerken met elkaar. Uh, daarna gaat het over event management. dus hoe kan je nou een goed evenement opzetten van A tot Z. Um, die training daarna gaat over maatschappelijk werk, dus die verschillende doelgroepen hm. en hoe kan je uh, ja, goed bij hun aansluiten. En wat, ja, waar moet je rekening mee houden? Uh, daarnaast hebben we nog um, muziektherapie vanuit het conservatorium die een training verzorgt. Vooral over uh, ja, hoe kan je nou verbinden door middel van muziek. En als laatste, de deelnemers hebben ook uh, de mogelijkheid om uh, uh, een fonds aan te schrijven om geld uh, te krijgen voor, voor het evenement. En daar gaat ook een hele training over. En dan echt de puntjes op de i, zeg maar. En ja. door, die, door die vijf trainingen leren ze dat helemaal uh, op te zetten en vorm te geven. Kun je ons eens om, om een beetje de, de mind te prikkelen, maar wat voorbeelden geven van uh, hoe, uh, nou ja, misschien hoe eerdere successen zijn geweest of waar, waar we aan moeten denken als het gaat om een inclusieve dansvloer eigenlijk? Um, nou bijvoorbeeld is er een keer een silent disco georganiseerd bij de Noordmolen voor Oekraïners. Mm -hmm. um, ja, zij hebben, nou uh, een groepje wat daar is geweest, die hebben daar binnen een, ja, een hele mooie, een mooi evenement neergezet, zeg maar. En je merkt gewoon hoe... Bijzonder dat was ook voor die, voor die bewoners. Een vrouw die helemaal emotioneel was en die zei, Goh, wat fijn dat jullie zo aandacht aan ons besteden. Wat fijn dat jullie dit, dit voor ons doen. Dus op die manier, uh, ja, dat zijn hele uh, ja, mooie resultaten. Ja ja, 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 ja. En je zegt dus, het gaat echt voornamelijk om dat de plekken waar mensen al zijn, dat, dat je daar iets organiseert. Dus niet ja. uh, dat gevestigde evenementenorganisatoren zeggen van, nou, uh, 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 hoe moet ik het op mijn plek, hoe moet ik het op mijn evenement anders maken, zodat er meer... Uh, dat ook mensen met autisme bijvoorbeeld zich thuis voelen of wat dan ook. Um, dat is wel iets heel moois om uh, nog te doen later ja. eigenlijk. Ja, ja. Dit gaat vooral om de deelnemers. Het zijn jongeren tussen de 17 en 30 jaar. Dat zij leren zelf een evenement te organiseren. Um, zodat ze dat later ook makkelijker kunnen doen. Zeg ja. maar. Echt, uh, waarom eigenlijk die? die want die, dat is best wel een jonge groep mensen. Hè? Ja. Die, die range tot 27 ja. jaar. Ja. Uh, waarom eigenlijk? Uh, nou ja, Music Moves is een MDT-programma. MDT is maatschappelijke diensttijd, is een rijksoverheid, uh, uh, ja, organisatie. Mm -hmm. um, en die hebben gekozen voor jongeren van 14 tot 30 jaar. En wij hebben dan vanaf 17, omdat ja, toch vraagt wel enige, um, ja, ook omdat ze met verschillende doelgroepen in aanraking komen. Soms kan het best wel heftig zijn, natuurlijk. Dus daarom hebben we gezegd vanaf 17 jaar tot uh, uh, tot 30. Ja, ja oké, okay. ja, ja, ja. ja. En als je nou een stapje terug gaat, hè, vier jaar bezig, je noemde net al een mooi voorbeeld. Ik weet niet of je er nog meer hebt, maar dat is mooi. Ik, nou, mag je zo wel eens delen. Um, hoe is dit nou uh, gekomen, zeg maar? Van waaruit is die vraag eigenlijk ontstaan? Want ergens voelt het natuurlijk heel nobel, maar ook een beetje zo van ja, is ook, voelt ook wel logisch. Hoe, weet je dat, hoe dat is uh, tot stand gekomen? Um, ja, dat was in 2019 in Amsterdam. Uh, de oprichter daarvan, Reinoud Bijmers, die um, ja. Ja, het was een groepje, zeg maar, en zij merkten dat muziek heel erg verbindt, dat het een hele kracht heeft om te helen en te verbinden. En toen hebben zij in Amsterdam een proeftuin gedaan om te kijken nou, hoe slaat het aan. En dat was een heel groot succes. Dus toen hebben ze um, nou ja, een subsidieaanvraag gedaan bij MDT om het uit te rollen in heel Nederland. Ja. Dus sindsdien is het in, in zes steden in de afgelopen uh, drie, vier jaar. Ja, ja. En, en zijn de organisaties waar je in Enschede dan bij aan wil sluiten, noem bijvoorbeeld de noodopvang of uh, whatever, wat... heb je daar al uh, contact mee? Of zeg je tegen mensen die uh, meedoen met jullie cursus van, nou ja, uh, uh, ga eens op zoek naar een or organisatie die je misschien kunt aanschrijven van wil je een feestje in je achtertuin? Ja. Uh, beide. We hebben negen organisaties die meedoen, die heel graag uh, uh, ja, een doelgroep, een instelling beschikbaar stellen daarvoor. Maar ze deelnemen zijn ook open om zelf, uh, uh, nou ja, mochten zij een instelling kennen of een doelgroep, dan, dan zijn ze ook vrij om daarvoor iets te organiseren. Ja, ja. Ja. Ja, heb je nog een voorbeeld, uh, iets uh, zoals wat je net noemde? Uh, ja, bijvoorbeeld wat we vaak zien zijn uh, karaoke-avonden of karaoke-events, zeg maar, bij dak- en thuislozen, bij een, uh, bij een uh, um, inlopen, bijvoorbeeld. Uh, ja, wat hebben ze nog meer gedaan? Iets met ze, het, ja Music moves, het gaat om verbinden door middel van muziek. Ja. Maar het hoeft niet altijd dat muziek het, het, het hoofddoel is, zeg maar. Er zijn ook een keer met um, cliënten van RIBW hebben ze... Uh, graffiti gemaakt en allerlei kunstzinnige dingen gedaan... en dan gewoon met muziek op de achtergrond. Ja. Dus dat kan ook, zeg maar. Ja, ja, ja mensen ja. die gewoon normaal wat aan de buitenkant uh, blijven staan... Uh, zorgen dat ze ook meedoen op die ja, manier. Ja, ja, ja. ja ik, um, Als ik denk aan inclusiviteit, denk ik ook aan mensen die in een rolstoel zitten. Of ja. mensen die dus bijvoorbeeld autisme hebben of wat dan ja. ook. Uh, gaat het ook over hen? Ja, zeker. Ja, ja. ja dat zien we ook bij uh, bijvoorbeeld uh, Twente Zorgcentra, het Bouwhuis of bij Averlijn zijn mensen met een beperking, veel daarvan die in een rolstoel zitten. Uh, dit jaar dus ook. We uh, weten vaak een... wel hoe ze een feestje moeten bouwen. Eraf. Ja, zeker. Ja, dat is echt altijd super leuk. Ja, 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 ja. ja, ze zijn nou een keer geweest met muziekinstrumenten allemaal en met die mensen allemaal op, op de trommels. En dat, ja, dat gaat helemaal los. Dus dat ja. is echt heel leuk om te zien. Ja. ja. Als mensen nog willen, willen meedoen, kan dat eigenlijk nog? Zijn er nog plekken? Zeker, ja, ja. We hebben plek voor 65. We zitten nu ergens in de 50. Dus ze kunnen zich nog zeker opgeven. Okay. En voor, ja, voor deelnemers is het vaak ook iets heel moois. Omdat ze ja, hun eigen talenten kunnen ontwikkelen en nieuwe mensen kunnen ontmoeten. En je ziet vaak ook een hele groei binnen de deelnemers zelf. Dus dat is superleuk. Dus, uh, ja. 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 dus mocht je willen weten hoe het is om een evenement te organiseren ja. en daarmee ook nog een doelgroep te bedienen die normaal ja. niet zo vaak in aanraking komt met een feestje. Ja. Uh, dan, uh, dan is het uh, jullie plek is dat om dat te leren. Ja, Jasmin, ja. Dubbing, dankjewel voor, voor je komst. En uh, nou ja, succes de komende tijd dan met het opleiden van die mensen. Ja, graag gedaan. Dankjewel voor de uitnodiging.